Jij kan niet eens goede YouTube-filmpjes maken. Filmpjes. Wow. Who can say where the road goes? Kijkers van Team, wij gaan vandaag iets anders doen. Bruna heeft ons gevraagd of wij vandaag voorbereiden op de middelbare school. Ik ga Tuur voorbereiden op de middelbare school, want Tuur gaat bijna naar... in welke klas zit je, Tuur? Ik ga over naar 6. Ja, oké, het duurt nog wel even, maar alsnog, beter te vroeg beginnen dan... te laat. Zo is het. Dus dames en heren, ik ga Tuur voorbereiden op de brugklas, ja. Duimpje omhoog! Yay. Thumbs up, mate. Ja, wij hebben nog 4 weken vakantie. Alleen, volgens mij moeten ze in andere delen van het land waar we bijna beginnen. Dus, back to school, guys. Echt geen zin in. Besef even dat het gewoon al augustus is, hè. Het voelt echt nog als juni. Als jij denkt aan brugklas, waar denk je dan aan? Leren. Leren. Wat nog meer? Een zware... schooldag. Een zware schooldag ook, ja. Zware. Als jij denkt aan brugklas, wat denk je dan aan? Veel plezier met nieuwe kinderen. Nou, nah, maar meer de kutte dingen, zeg maar. Oh, zware. Tas! Ja, Tuur. Een zware tas. Wij gaan jou eens even een zware tas op jouw rug leggen. Eens kijken hoe dat. Kom maar, Tuur. Dames en heren, ik zit dus in de 4e klas. In de brugklas had ik altijd een tas die 50 kilo woog. Nu echt een tas die net 5 gram weegt ofzo, want ik doe er echt helemaal niks meer in. Zit hooguit 1 pen in en een blaadje, maar... Oké, Tuur, hier is mijn tas. Doe er maar wat zooi in. Deze knikker. Oké, Tuur, eens even kijken. 5 woordenboeken mee naar school nemen, Tuur. Doe er maar in. Ja, Tuur, dan weet je hoe het is. Oh mijn god, oké. Oh. Sick tas, mate! Ik heb deze tas eigenlijk al 3 jaar of zo, dus. Oh. Oké, Tuur, doe maar eens op je. Wacht. Oké, Tuur, doe maar eens op je rug. Tuur, de brugklasser! Nou, Tuur, ga maar eens lekker rondlopen met die tas. Zwaar. Je eerste jaar op school gaat zo dan zijn. Zie je al zo rondlopen. Dan kom je elke dag terug met een rughernia. Oké, Tuur. De eerste stap is volbracht. De meeste mensen die naar de brugklas gaan, krijgen dan ook meestal een nieuwe fiets. Kijk, de nieuwe fiets van Max. Hij is reuze trots op zijn fiets. Max duwt erop als hij iemand tegenkomt. Dit is Tuur zijn fiets en... Nee, mijn nieuwste. Dit is Tuur zijn fiets. Maar Tuur, jij gaat op mijn fiets fietsen. Nee. Ja, Tuur, wil je voorbereiden naar de brugklas of niet? Wij. Ik help je wel. Oké, Tuur, je moet ook kunnen weten hoe je fiets afsluit. Weet je nou echt niet, Tuur? Je moet hem draaien. Weet je nou echt niet hoe je fiets moet afsluiten? Juist! Oké, Tuur, ga maar zitten. Ja, het heeft echt veel zin. Als ik nu jij bent toch te slap als een zwakkeling. Fuck lul je nou weer, Tuur. Dat is wel waar. Oh, nee! Tuur. Ja, het is echt mooi niet werken. Okay, ga maar. Hij weet niet hoe het moet. Oh, ik weet niet hoe het moet. Tuur kan niet eens een fiets afsluiten. Jij kan niet eens goede YouTube-filmpjes maken. Filmpjes. Wow. Who can say where the road goes? Tuur, what the fuck. Ik denk dat Bruna best wel teleurgesteld in jou is, Tuur. Je kan niet eens een fiets afsluiten. Als jij je fiets gaat neerzetten in de fietsenstalling op school, dan sta je 5 minuten met je slot te kloten. Dat kan echt niet, Tuur. Wel waar. Maar wat je ook nodig hebt als je naar de brugklas gaat, is... Papadabam! Een... boek! Boek! Een agenda! Ja! Dames en heren, even tussendoor. Deze agenda is nog steeds verkrijgbaar in winkels zoals in de Bruna. Ik zal ook gewoon een linkje in de beschrijving zetten. Dus als je nog een schoolagenda nodig hebt...
Ja, ja. Ja, wat wordt nog meer bij de brugklas? Huiswerk maken, Tuur. Oh, nee. Huiswerk maken, dat hoort er ook bij. Vanaf nu mag je al mijn huiswerk maken. Dan kan je er alvast een beetje inkomen. Nee. Oké, het was te proberen. Oké, we gaan onze hulplijn weer gebruiken. Genaamd Afke. Afke is trouwens Minecraft aan het spelen, wat leuk. Oké, we hebben nu bijna alles gehad, denk ik, wat met brugklas te maken heeft. Maar, zo kan je er echt niet gaan bijlopen, Tuur. Je hebt ook een goede back-to-school outfit nodig. Dus, je mag mijn kleren hangen. No. Oké, Tuur, ik ga een outfit voor je uitkiezen. Oké, Tuur, dit is mijn kleren. Kleren. Ik weet niet wat dat voor woord was, maar... Come on, hè. Ik had dat er niet gevraagd om in de kast te blijven, hè. Oh, die broek die staat je wel sexy, Tuur. Zo. Dus Tuur, als je naar de brugklas gaat, heb je ook kaftpapier nodig. En een agenda. En pennen. Ja. En schriften. En heb je een bepaalde stijl nodig. En laat het nou toevallig zo zijn dat Bruna een kies jouw stijl test heeft gemaakt. Dus, wij gaan gewoon testen wat voor stijl bij jou past. Oh shit, oké, Tuur, hou je van dit? Nee. Hou je van dit? Ja. Oké, wat is dit? Herken je hem? Is dat zo'n Power Ranger of ja, zo? Ja, Power Ranger. Vind je dat leuk? Ja. Schoenen en zonnebril. Ja. Nee, dat past echt niet bij jou. Nee, dit? Ja. Natuurlijk, ja, ga je nou bij alles ja zeggen? Nee. Oh ja, nee. Ja. Nee, Ties. Ja. Ties, ik ga weg. Ja. Oké, nu serieus. Ben jij een bokser en rolschaatsen? Ik heb je dat echt nog nooit zien doen. Dus nee. Vandaag. Nee? Ja. Ja? Wat is dat überhaupt? Sportdingen? Nee, dat is voor meisjes. Ja. Gamen? Ja, gamen. Ja. Muziek? Ja, je hebt wel zo'n ding. Nee. Ja. Even geduld, we zoeken jouw lokker. Nou, Tuur, ik ben benieuwd naar je stijl. Power Girl? Ja. Mr. Cool? Geek? Nou, dit ben jij, Tuur. Dit is jouw stijl, dat is toch best vet? Hier, Donald Duck. Oh shit, er staat nog veel meer. Oké, nou, Tuur, ben je tevreden met je stijl? Ja. Ik ook. Wil je nou zelf ook deze stijltest doen en wil je weten welke stijl bij jou past? Klik dan op het linkje in de beschrijving. Tuur, bedankt voor het meedoen. Ja. Jij bent nog 2 jaartjes verlost van de brugklas, dus geen zorgen. Ja. Je hebt nog tijd. Ja. Geniet van je leven op de basisschool. Ja. Als je nog 1 keer ja zegt, dan slaak je. Nee. 25.000 likes. Zo chill zijn.